Attentie, attentie. We willen de deelnemers van diploma A zich melden bij Ramon de Bakker hier. Oké, dat wordt wel even tricky, want ze moet nu dus drijven op de rug en drijven op de buik. Want het is eigenlijk heel niet heel veel boven. Hoe gaat het op buik? Gaat goed? Yes, welkom bij een nieuwe video van De Bakkertjes! Een hele nieuwe video voor jullie jongens en meisjes. Vandaag is een hele speciale dag. Pip gaat zwaar diploma aanhalen. Ja, dat vind ik. Nou ja, ze gaat in ieder geval het proberen. Ja. Ja, want iedereen gaat er altijd vanuit van, hey, als je op mag, dan ga je het ook halen. Maar dat betekent niet altijd, want er is één ding wat Pip nog niet zo heel goed kan. Dus het wordt spannend of ze hem vandaag gaat halen. Maar wat denk jij? Gaat ze het halen? Denk ik wel. Anders doe ik gaat het halen? Zeker. Anders doe jij het voor haar. Ja, anders doe ik het voor haar. Oh, okay. Ja, nou. Als ga ik hem wel een rest brengen. Oké, okay, nou, oh, ja, ja. Twee sterke broers die het vragen doen. We gaan even naar Pipje toe. Oh, en daar ligt ze te slapen in onze nieuwe hangstoel. Pipje, wat is wakker. Dan ga je lekker te chillen. Hey, wat voor dag is het vandaag? Zwemles. Zwemles, want vandaag ga je op voor diploma A. En ga je het halen? Want dat is een beetje de vraag. Ik denk het wel. Je denkt het wel? Ja, want er is één ding wat jij niet zo heel goed kan. Want nee, dat hebben we in de gat. Maar toen had ik een blaasontsteking. Ja, je had blaasontsteking en je had oorontsteking. Dus je hebt een paar weken niet kunnen zwemmen. Ja, heel lang niet. Nee. En nu wel weer. Maar we merken dat het gat is heel moeilijk. Want wat moet je doen bij het gat? Duiken. Duik inderdaad. Zij maakt een bommetje waardoor je heel weinig vaart hebt. Ja, ja, ze hoeft nog niet te duiken, want dat heb je pas bij zijn diploma B. Maar ze moet wel diep onder water kunnen en dat vindt ze heel moeilijk om zo diep te gaan. Dat lukt heel vaak niet. En wat is nog meer vervelend wat jij vindt? Dat je ogen open doet bij de koude en bij de warme is het niet zo pijnlijk. Ja, Pip die doet altijd de ogen dicht onder water. Ja, en dan weet je niet waar het gat is. Dan zit je zo te zoeken naar dat gat. Nou, we zijn er bezig met een leuk kaartje voor Pip. Gefeliciteerd met je zo'n diploma A. We zijn zo trots op jou. We houden van je. Ramon. Ramon, kom pakken. Natuurlijk gewoon. Het is gewoon papa. Dat is Ramon ook. Lekker officieel. Papa! Je bent hoogachtend en de bakker. Of met vriendelijkheid. Sorry Pip. Oké, Pip, nou we gaan even omkleden. Wat moet je natuurlijk ook gaan doen? Aankleden. Ja, natuurlijk moet ik met leren aanzwemmen in het begin, hè? Oh, dat is leuk. Ja, oké. Okay, dat is juist niet. Dan is het juist kouder. Ja, ik vind het ook wel leuk. Hey, maar je had een dat is juist zwaarder. Dit helemaal zo. Ja, want ook dat moet je kunnen. Je had er een speciale manier voor gevonden. Dat je zo doet. Ja. Dus zo. Oké, en dan ben je omgekleed. Ja, dus okay. Zo. Ben je klaar voor? Wow! Hoe kan het dan iedere keer met zo'n meisje? Auw! Eerst deed je watersgoed zo klappen. Dat moet hij nu niet doen, maar dan moeten we... daarna moeten we weer zo doen. Ja, we hebben echt heel erg haast, want ja. We moeten er over 20 minuten zijn. Dus stress. Oké, nou, ik heb het even veranderd aan papa, jongens. Dus daar zaten papa, mama, Jesse en Sam. Oh, Pip, je wil nog één goocheltrucje doen? Als ik nou knap, dan zijn we daar. Dan hoeven we niet auto te rijden. Nee. Oh, ja. Oh, dat lukt niet. Nee, Pip heeft deze marktklokken. Nou, kijk eens even jongens, we zijn er gewoon. Wauw, heb je er zin in? Onze auto staat nou hier. Ja, oh, die heb je ook meegetoverd. Oh, dat is heel cool. Ja, goed dan hoor. Ja, hey, zo is zij hè. Wat dit? Maar ik wil toch heel even snel, waarom had jij privéles van jouw zwemmeester Bas? Waarom? Want omdat andere kinderen gaan ze helemaal in de groepje. Ja, omdat ik ben een YouTuber en dan gaat iedereen over me heen. Over je heen? Nee. Rondmaken dat ik niet meer bij kan en dan zeg oh hij pip. Het probleem is inderdaad een beetje dat je een beetje wordt afgeleid maar op het moment. Je moet juist schermen, want als je niet schermt dan krijg je niet diploma A. Nee, en inderdaad. En ook niet diploma B. Nee. Ik doe niet diploma C, maar diploma A en diploma B. Is het natuurlijk zo dat kinderen helemaal spannend vinden dat Pip is, dus die gaan heel veel met Pip bezig zijn. En daardoor zeggen ze, oké, we doen zwemles. Zwemles alleen, privéles. Ja. En daarbij heb je ook tossen. Dus het is ook fijn dat ze 1-op-1 begeleiding krijgt. Dus de taalontwikkelingszone is, dus dat betekent dat ze een beetje achterloopt met haar taal. En daardoor is het fijn als je zeg maar een beetje extra begeleiding krijgt. Jongens en meisjes. Oh nee. Nee, niet warm. Nee, moet je wel lekker voelen. Het hartstikke koud. Is het spannend? Ik ben zenuwachtig. Nee. Ik ben zenuwachtig omdat ik niet in de water mag.
Hey, maar luister, wat vind je het meest... Ja, ik weet het zenuwachtig. Oké. Misschien dat ik niet de diploma aankrijg, of misschien wel. Oh ja, dat kan me voorstellen dat je het spannend vindt. Ja. Jij doet zo. Jij gaat zo het water in. Bommetje. Je moet zo. Duiken. Heb je veel meer vaart? Ja. Nee, maar weet je wat ik doe? Nou. Als ik zo spring, dan ga ik keihard springen. Oké, okay. High five. Jij kan dat heus wel. 3, 2, 1. Wow, jij blijft toveren. Ja. Hoe doet ze dit toch elke keer? Hey, zullen we gaan? Ja. Oh, wow, Pipje. De hele pot voor je alleen. Daar komen ze, jongens en meisjes. Heb de Pip te pakken. Op dit moment nog diploma-loos. Attentie, attentie. Willen de deelnemers van diploma A zich melden bij Ramon de Bakker hier? Ik heb het alleen tegen Pip, jongens en meisjes. Alleen tegen Pip. Oh, ja meisjes. De rest allemaal even stil. Ja, ik kan in jullie mond houden. Oké, nou onze badmeester Bas die gaat nu vertellen dat we gaan beginnen. We beginnen met de 12 meter zwemmen met kleren aan. We hebben dus verschillende onderwerpen. Je hebt een borst, krul, onderwater zwemmen en een aantal dingen. En natuurlijk als laatste het gat. Pip moet dus met kleren aan, moet ze helemaal daar zo naar die pion gaan zwemmen die je daar zo ziet. Goed zo! Pip, die kan het! Zo! Oké, dit wordt het meest spannende moment van allemaal. We gaan er gelijk mee beginnen. Het gat waar we het de hele tijd over hadden. Ga je het redden? Ja. Goed zo. Ja! Oh, had je met je ogen open gedaan? Oh jongen, nou, dit hebben we gehad. Dat was het meest spannende van de hele zwemles. Aan de restkant natuurlijk piece of cake. Oh, goed voor jou. Nou, dit doet het echt fantastisch, jongens en meisjes. Ik kan me niet voorstellen dat ze de zwemdiploma A niet gaat halen. Ze wou bijna zwaaien. Hij staat er! Hij staat er! Ja, goed bezig. Nee, ze moet helemaal tot aan de pion komen met de achter. Oh. Hartstikke mooi. Hoe gaat het zo ver? Gaat goed? Helemaal naar de overkant. Ja? Ik denk, we zijn er allemaal. Nu moet ze nog de rug kwal. Dat vond ik ook heel moeilijk vroeger. Ja, wat moet ze nou doen? Op zijn rug blijven liggen. Maar nou, ik vind hem nou makkelijk, maar... Wat doen we dat nu? Oké, dat wordt wel even tricky, want ze moet nu dus drijven op de rug en drijven op de buik. Maar dat heeft ze eigenlijk helemaal niet heel veel geoefend. Dus ze wordt dan nog wel even een tricky iets of ze dat gaat halen. 2, 3, 4, 5. Heel mooi. Ja, 9, 10. Hartstikke. Ze doet het gewoon, jongens. Jongens, het is tijd voor de allerlaatste wat ze moeten gaan doen. En jullie weten natuurlijk wel wat het is. En dat is natuurlijk zo met je vingers zo. En dat noemen ze watertrappelen. Hoi. 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 Ik ga best een beetje zwaaien. Ga wel van de kant af. Kun jij nou ook de andere kant draaien? Dan draait ze door. Ze draait door. Deze vaak last van, jongens, als ze doordraait. 3, 2, 1. Oké, we gaan heel even wachten, want ik weet niet wat hij aan het doen is. Hij komt eraan. Hij heeft iets in zijn hand, Pip. Oh, het zal er niet. Oh, dat is zo spannend. Oké, hij heeft wel iets in zijn hand. Ik heb die diploma aan. Ja? Ja. Echt? Jawel. Oh, dat zou spannend zijn. Beste Pip, bij deze ga ik jou alvast de medaille ophandigen. Hey! Ik kan jou een hand geven. Van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma aan. Laat je nog een keer los of zit je nou vast? Oké. Nou Pip, dit is die.
Kijk uit, want er zit nog een vrijkaart in, er zitten nog stickers in voor in dat boek. Ik weet niet of dat jullie het boek hebben, maar ja, ja. In ieder geval, alsjeblieft, hou een mooi voor je. Diploma A! 3, 2, 1! Oh, Jesse! Wat is dit? Wie is de beste zwemmer van de wereld? 360 bommetje. Nou, dat was echt super spannend, Pipje. Ja. Hoe is het met je? Ben je trots op jezelf? Ja, ik heb dit wat getekend, want oh ja. Witte vond ik saai. Ja, saai. Wit. Nederlandse vlag, rood, wit, blauw. Bleh. Beter rood, roos, blauw. Hè? Ja. Ja. Hey. En ik hou van roos. Ja, dat valt verder ook niet op als je kijkt. Hè. Het is allemaal verder niet veel roos. Ja, jongens en meisjes, zonder moeite. Hey, maar ik heb aan jou gevraagd. Okay. Zullen we lekker uit eten gaan? En wat heb je toegezegd? Bij Wereldkeuken. Bij Wereldkeuken? Ja, gaan we daar lekker heen? Oh. Oké, okay, gaan we doen. Geweldig. Geweldig, dit lijkt een beetje op Sam. Oh. Oh, er staat, kijk eens. Pip, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Nee, grapje. Met je zwemdiploma. Goed gedaan, liefst voor Masje. Oh. En heb je centjes gekregen? Oh, ik kan hem nu eigenlijk eten. Oh, ja, ja, ja. Oh. Messen je knie voor de rest. Jesse denkt, ik wil eten pakken. Ja, snap ik. Ja, ik heb echt honger. Hele nacht niet geslapen, helemaal niet gegeten. Dus lekker eten. Dus ja, ik heb wel gegeten. Ja. Hey, maar we hebben ook nog wat. Super trots, je hebt een zwemdiploma. Ja, gefeliciteerd met je zwemdiploma A. We zijn zo trots op jou, we houden van jouw papa. Papa, niet Ramon, dat zou raar zijn hè, als we Ramon zouden doen. Mama, Sam en Jesse. Nou, dan doen we deze in ieder geval op je nek zo. Ja, nog voor de mijn nek. Die horen er ook bij. Hetzelfde! Oh. Als die hè? Yeah. Nog een cadeau! Een doos! Nee, dat is een waardebon, Pip. Dat kan je zelf bij de winkel. Voor 1000 euro. Kan je, voor 1000 euro? Kan eens. Oh jee. Oh jee. Ja, kijk eens, Pip. Dan kan je zelf voor 20 euro kan je wat uitzoeken bij de speelgoedwinkel. We hebben nog één cadeautje voor je. Nee, nog meer. Het houdt niet op meer. Dit is echt een verpakking. Dit is de laatste, Pipje. Dit is echt een verpakking. Je zit echt te kijken. Die is echt vet. Je zit echt te kijken, je leuker. Ik heb wel de hoofd. Dit is heel zacht. Nou, en dit was het weer. Jongens en meisjes, ze zitten weer op. Ja. Pipje. Heb je lekker gegeten, Pip? Ja, ik ben een snoepje aan het eten, omdat ik diploma A. Diploma A, ja, dat gaan we de komende week wel horen. Ja. Ja, op naar diploma B. C. B. Eerst B, hè? Hey, en ga je morgen meenemen naar school? Nee, doe niet C, nee. Ga je morgen je diploma meenemen naar school? Ja. Dat kan ik vertellen. Daarom. Ja. Hey, als mensen nog geen abonnee zijn, wij gaan er vandoor. Zeker abonneren! Ja, dan zijn we tot de volgende keer! Doei!